Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn 10 favoriete lipstiften zien. Lipstift is voor mij echt een heel erg belangrijk product. Lipstift maakt mijn make-up look echt helemaal af. Ik ga ook nooit de deur uit zonder lipstift. En ik heb eigenlijk een top 10 gemaakt van lipstiften die ik eigenlijk heel fijn vind. Of eigenlijk wel mijn favoriet zijn. Ik heb eigenlijk nog wel meer favorieten, maar ik vond 10 stuks leek mij een goed begin, zeg maar, om dat aan jullie te laten zien. Er zitten een paar liquid lipsticks bij, maar ook een aantal gewone lipsticks. Een paar wat duurdere merken. Voor mij wat duurdere merken. Normaal zijn jullie vooral low budget merken van mij gewend, maar ook zeker een aantal low budget merken. Dus ben je benieuwd welke lipstiften van mij echt een favoriet zijn, zou ik zeggen, kijk gezellig even mee met deze video. Oké, ik begin met een lippenstift van Essence en dat is deze. Dit is de Matte Matte Matte. Dit is de 05 Ready or Not. En dit is een rode lipstift. Je zult vooral rode lippenstiften ook gaan zien, want rood is echt mijn favoriete kleur. Dat kun je nu ook zien, ik heb een rode kleur op. De huls is doorzichtig en dit is de kleur. Heel erg leuk, er staat een Essence logo in en dit is dus de kleur. Ik zal hem even hier swatchen. En hij is gewoon heel mooi rood. Hij blijft ook heel goed zitten. Vooral als je hem even afhapt in een tissue blijft hij goed zitten. Matte lippenstiften blijven sowieso wat beter zitten. Want die geven eigenlijk nagenoeg niet af. Maar ik vind dit gewoon een hele toffe kleur. Ik hoop dat hij goed overkomt op camera. En je hebt deze echt in heel veel verschillende kleuren. Maar die mat, mat, mat lippenstiften zijn gewoon heel erg fijn. Ja, en die rode is dan toch wel een van mijn favoriete kleuren. Dan heb ik deze lippenstift van Catrice. En dit is een limited editie. Die is dus helaas niet meer te koop. Maar vind ik wel heel erg fijn. Dit is een lipstick uit de Dazzle Bomb lijn. En dit is de C04 Radiant Red. En deze heeft een glitter. Allereerst vind ik de verpakking al super. Want die heeft ook een hele mooie glitter. Dus je vindt hem heel makkelijk terug in mijn stash. Dan is dit de lipkleur. Hij is wat donkerder. Maar je ziet de glittertjes. Ik zal hem ook weer even swatchen. Deze is gewoon echt iets donkerder. Ik vind dit vooral ook een heel mooi kerstkleurtje. Je ziet de glitter niet heel erg goed. Maar op je lippen zie je die glitter wel heel goed terug. Ik vind het echt een hele mooie lippenstift. De huls die gaat ook heel makkelijk zo dicht. Een soort van magneetje lijkt het wel. Ja, ik vind dit echt een hele mooie. Ik vond dit gewoon sowieso een hele mooie limited editie. Maar die lippenstift die heeft wel echt mijn hart gestolen. En dit is gewoon echt een hele mooie rode kleur met een glittertje erin. Dan heb ik deze lipstick van Maybelline. Het is een liquid lipstick. En dit is de Superstay 24 Hour. Dan moet ik alleen even kijken of ik de kleur ook kan zien. Die moet er wel op staan. Dat is een hele goeie. Staat hij op de loods? De kleur kan ik zo niet vinden. Dat ga ik even opzoeken. Dan zet ik hem onder even in beeld. Dit is een lipstick met 2 stappen. Dus allereerst breng je dit aan. Dit is dan de lipstick. Heeft een gewoon kwastje. Ik zal hem even swatchen. Kijk, lekker intens rood. En zo lijkt hij echt meer op een lipgloss. Maar als hij dan goed is opgedroogd, dan breng je deze topcoat eroverheen aan. Dit is eigenlijk een soort van, het is meer een soort van creamy product. Die je lippen dus eigenlijk een soort van zetten. Waardoor de lipstick heel erg goed blijft zitten. Hij blijft ook echt heel erg lang zitten. Je kunt ermee eten en mee drinken. En dat is eigenlijk voor mij wel een heel fijn iets. Daar hou ik heel erg van. Dus vandaar dat dit ook wel echt een van mijn favorieten is. Het is ook echt een van mijn allereerste duurdere lipsticks die ik ooit heb gekocht. Dus dat is deze van Maybelline, als ik het goed zeg. Ja, volgens mij is die van Maybelline. Dan heb ik even een hele low budget lipstick. En dat is deze van Max & More. Deze is dus van The Action. Officieel heeft deze een terugroepactie gehad. Alleen ik ben daar nooit op ingegaan omdat ik het echt een hele fijne lipstick vond. Je kon dan je geld terugkrijgen. Ik weet niet waarom die een terugroepactie had. Maar hier zit dus ook een lipliner bij. En deze droogt dus ook mat op. En dit is de lipstift.
wederom weer rood. Maar ik vind hem echt super mooi. Ik draag hem echt heel erg graag. Het is een wat lichtrode kleurtje. Iets minder donker als de andere kleuren die ik heb. Maar ik vind hem evengoed gewoon heel erg mooi. En ik draag hem gewoon nog heel erg graag. En ik vond het gewoon zo'n fijne lipstick dat ik ervoor heb gekozen om niet mee te werken aan de terugroepactie. Dus misschien een beetje daar dat ik hem alsnog laat zien in deze video. Maar ik vind hem gewoon wel echt heel erg fijn. Dit is de kleur. Staat er niet op. Volgens mij was het gewoon red. Maar dat is dus deze lipstick die ik gewoon nog met heel veel liefde gebruik. Dan heb ik deze lipstick. En dit is een roze kleurtje. Deze is ook uit een trendeditie van Essence. Namelijk uit de Life is a Festival trendeditie. En deze heeft de kleur 02 Stay Hippie. En deze is zo lekker fel. Ik moet wel zeggen, als je deze gebruikt, moet je wel zorgen dat je lippen eigenlijk even lekker gescrubt zijn. Dat je geen last hebt van velletjes, want die zie je er wel echt heel erg doorheen. Maar ik vind hem zo geweldig. De verpakking is iets minder, want het is eigenlijk een soort van karton. Maar goed, de kleur is echt geweldig. Hij is echt roze. En ik ga hem even omlaag doen voordat ik hem breek. Hij is zo lekker. Lekker intens. Echt een leuk zomerkleurtje vind ik dit. Ik heb hem echt deze zomer ook heel veel gepakt. Omdat ik het gewoon echt een heel fantastisch kleurtje vind. Ik vind gewoon de afwisseling tussen roze en rood. Dat is echt wel, zijn mijn echt favoriete kleuren. Vind ik gewoon heel erg tof. Ja, dit is gewoon ook echt zo'n tof kleurtje die ik gewoon heel graag gebruik. Dan heb ik deze lipstick. En deze komt uit de Kate Moss lijn. En deze is van... volgens mij van Rimmel is deze. En ik vind de verpakking al heel erg tof. Want zo zwart en dan dat Kate erop. Maar de kleur is ook heel erg mooi. Dit is kleur 05. Er staat helaas geen naam op hoe die heet. Mocht ik de naam nog kunnen terugvinden, zal ik hem even onder in beeld zetten. Maar dit is de lipstick. Hij is een beetje roze-roodachtig. Ik heb hem ook echt al heel vaak gebruikt. En dit is de kleur. Hij is zo mooi. Echt, ja, het is echt een beetje een combinatie van roze en rood. Hij neigt er een beetje tussenin. Maar dit is echt zo'n mooie kleur. Dat ik echt heel erg verliefd ben op deze kleur. En ik hem daarom ook gewoon super fijn vind. En ik hou gewoon echt heel erg van dit soort prachtige lipsticks. Dan heb ik wederom een lipstick van Maybelline en dat is deze. En dit is de 385 Ruby For Me. Dit zijn lipsticks die blijven ook zo goed zitten en ze ruiken ook heerlijk. Ik word echt helemaal gek van die geur. Dit is de kleur ook wederom weer rood. En ja, hij brengt zo lekker smooth aan. Hij is zo lekker intens rood en ik hou ervan en... Ja, ik moet zeggen, qua lipsticks ben ik echt dol op low budget lipsticks. Maar nu ik een aantal wat voor mij duurdere lipsticks in mijn stash heb zitten, merk ik ook wel dat ik die gewoon echt heel fijn vind. Ik vind die kleuren ook gewoon geweldig. Ik ben wel heel precies. Ik kies echt de kleuren uit. Dit soort lipsticks zijn ongeveer een 12 euro per stuk. Als je dat vergelijkt met de lipsticks van bijvoorbeeld Essence die 2,39 zijn, is dat best wel wat duurder. Maar ik merk ook dat de kwaliteit heel goed is, dat ze goed blijven zitten en een hele goede dekking hebben. Dus deze is ook absoluut een van mijn favorieten. Dan heb ik een lipstick van Rimmel en dit is weer een liquid lipstick. En deze droogt dus mat op. Dit is de Stay Matte Liquid Lip Color. En deze heeft de naam 500 Firestarter. Deze moet ik nog reviewen op mijn blog. Dus je hebt een soort van preview. Maar ik ben nu al helemaal weg van deze lipstick. Want ik kan hiermee eten. Ik kan hiermee drinken. Hij blijft zo goed op zijn plek zitten. Je kunt er eigenlijk alles mee doen. Hij blijft ook de hele dag door goed zitten. Ja, ik ga hier gewoon heel goed op. En hij heeft dus zo'n kwastje. Als je hem eerst aanbrengt, blijft hij wat glimmend, maar hij droogt dus heel erg mooi mat op. En ja, ik blijf het herhalen. Rood is gewoon echt een van mijn favoriete lipkleuren met roze. En je hebt nu vooral rode lipstick gezien en de laatste twee zijn ook rood. Maar
ja, ik kan er gewoon niks aan doen. Ik hou van dit soort lipsticks. En dan ja, is dit gewoon heel erg fijn als dit gewoon echt een hele dag goed blijft zitten. Ik word daar heel erg gelukkig van. Ja, dan heb ik nog een lipstick van, volgens mij is deze ook van Maybelline. Ik kan het niet helemaal terugvinden, staat niet duidelijk op de huls. Hij heeft een mooie roze huls. Ga ik heel goed op. En dit is de 90 Scarlet Flame. Deze heeft een Shine Brilliant. Dit is een lipstick die echt een mooie shine geeft. Op de duur vind ik het ook mooi als je lippen gewoon echt een shine hebben. Nou, deze die heeft wel wat shine, maar het is niet zo overdreven als dat je wel eens bijvoorbeeld op televisie ziet. Maar dat is dit kleurtje. Ook wederom rood. Weer een heerlijke geur. Ik vind de verpakking geweldig. En de lipstick brengt gewoon super fijn aan. Als je heel goed kijkt, zie je hem glanzen. Ik denk dat het op camera wat moeilijk te zien is. Maar hij geeft echt een hele mooie glans. En ja, ik heb deze lipstick toevallig samen met deze in de korting gekocht. Dus ik had deze samen voor 12 euro. Normaal ben ik iemand die niet heel snel 12 euro aan een lipstick zou uitgeven. Tenzij er een 1 plus 1 actie is. Maar ja, ik denk dat ik dit soort lipsticks toch wel meer aan mijn stash zou willen toevoegen. Omdat ik gewoon echt wel merk dat de kwaliteit gewoon heel erg goed is. Ondanks dat ze wat duurder zijn. Dan ben ik toe aan de laatste lipstick. En dit is de Provocalypse van Rimmel. En deze heeft de naam 500 Kiss Me You Fool. Rode lipstick. Hij zit nog een beetje in de verpakking. Ik heb hem nog niet zo lang. Ik moet hem nog reviewen. Weer een soort van preview. Ik heb hem nu op mijn lippen trouwens. Let niet op die lelijke glans die er nu overheen zit. Want ik heb een fixing spray gebruikt waar een glow in zat. Dat had ik niet helemaal voorzien. Dus vandaar dat hij nu wat meer glinstert. Dit is dus weer zo'n lipstick met twee stappen. Eerst de kleur en dan de topcoat. Ik zal de kleur even swatchen. Ook al zie je hem maar op mijn lippen. Misschien is het leuk om even te laten zien. Zo ziet hij eruit. Die laat je even goed indrogen. En dan als laatste stap breng je de topcoat aan. En dit is dus weer eentje met een kwastje. Deze is anders dan die andere. Die andere dat is meer een balsem. En dit is wel echt meer een soort van topcoat. Ik heb deze ook nog in een roze kleurtje. Die vond ik al heel erg fijn. Maar deze vind ik dan nog net weer wat feller. Dus dit is echt ja, eentje die ik ook met heel veel liefde draag. Dan waren dit mijn 10 favoriete lipsticks. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vond het wel leuk om zo een keertje door te nemen. Zoals ik al zei, wat meer dure merken die erbij zaten. Een aantal low budget. Maar ja, dit is gewoon voor nu even mijn top 10. Het kan zomaar weer veranderen. Mocht je het nou leuk vinden om een keer een top 10 te zien van echt low budget lipsticks, mag je dat altijd laten weten in de comments. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie favoriete lipstick is. Misschien heb je ook wel een van deze lipsticks die ik heb laten zien. En vind je die ook wel heel erg fijn. Laat het zeker weten. Voor nu wil ik je in ieder geval super bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Maar ook op mijn kanaal zelf. Vergeet dan ook even niet om dat belletje aan te drukken. Want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe zeker even een duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!